Mama, nou even naar de muziek luisteren. Dit is het enige momentje van de dag dat ze even voor zichzelf heeft. Ze moet de hele dag weer werken bij de baas. Alle moeders ontbijten met een kind. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Kom eraan. Ja? Ah, schat, ja, natuurlijk, sorry. Nee, ik kom er onmiddellijk aan. Nee. Ain't no sunshine when she's gone. Only dark every day. Hey! And this house just ain't mama! Meisje, wat ben je allemaal tevreden? Eitjes zit je tevreden volgens mij. Zit er allemaal aan je smoeltje. Hoe kom je daar nou eigenlijk? En nou nog? 4 minuten, 3 seconden.
Kan ik helpen? Nee, nee. Gaat heel goed, bedankt. Oh. Ah, band is stuk. Extorsion, no. Is geen chantage, hè? Gewoon betalen, anders moeten zij maar voelen. C'est acabo, afgelopen. Niet laten sporten met ons. Oh. Ik was nog nooit zo divertir, como se dice. Ontspannen bij een vrouw. Boterham met kaas of zo voor me. Hé, hey, limoncito. Hé. Hey. Cabeza de chorito. Por favor. Je citroen is geen open. Het is mijn rechterkant. Limoncito, geef het aan wat zij vragen. Hey. Iets lekkers. Haal wat zij wil. Hé. Hey. Je pronto. Zure bek, zeg. Is oké. Okay. Zal nooit meer gebeuren. Ben jij getrouwd? Maar ik heb wel een heel leuk dochtertje. Ja. Hoe laat is het? Ik ben echt een moeder van niks. Meisje, sorry, hè? Toch, hè? Kom maar, hè? Huh?
Hoe kan hij dit mokkel nou mooier vinden dan mijn zus? Oké. Ik zal jouw benen niet breken. Bueno. Adios. Waar woont zij? Waar woont zij? Ik ben er kwijtgeraakt. Spijt me. Heb je een zakdoek voor mij? Het staat jou niet. Wat niet? Liegen. Dat staat jou niet. Hè? Zie je me zo maar achter de eerste, de beste vrouw aan. Heb je houding in je ogen of zo? Ik dacht dat dus jou en Carla serieus was. Imbecil. Hoe kom je daar nou bij? Heb ik dat verteld? Nee, maar zo, vertel mij ook wel eens wat. Zoals? Nou, dat het aan is. Goh aan. Wat een onzin. Zo moet je niet met me omgaan, doen we niet, hè? Waarom vertel je me niks? Waarom weet ik niet dat je met me slaapt? Jij weet alles van mij. En waarom dit er niet? Omdat het mijn zus is. Ik zou het fantastisch vinden als jullie samen zouden trouwen. Dat heb ik mijn hele leven veroverd. Waarom laat je me erbuiten? Omdat ik niks met haar heb. Ik heb één keer met haar gegeten. Hopeloos heet het hier. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Kara is lieve meid, maar helemaal niet mijn type. Die eldere vrouw. Limoncito. Is l'amour de mi vida. Helemaal anders. Is liefde. Geef maar adres. Hemosito. Por favor. Gracias. En met gespitste oren te luisteren. Kens. Snelle voeten stampten door het park, het hek rammelde en toen de jongen het pad af kwam rennen met de kreet. Oh, Flika! 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 Steeg er een gehinnik op in de koude lucht, zoals het Mary Veulen nog nooit had laten horen. Flika! 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 Mam, wat is er? Wat is er? Hè? Huh? Oh, niks, schat. Weet ik eigenlijk zelf ook niet.
Waar was jij vanmiddag? Nou, je hoeft toch niet alles te weten, schat. Mag ik ook privé dingen hebben? Waar was je? Nou, als je het precies wil weten, ik ben eerst mijn baan kwijtgeraakt. En daarna ook nog eens een keer mijn fiets. Waarom lach je zo raar? Nou, doe jij eventjes lekker even afspoelen, afdrogen. Ja, met je aan. Dan kom ik je helemaal doodzoenen in bed, oké? Okay? Bram, je moet een beetje beter op je zus letten, joh. Is ze dood? Ja, dood, dood. Ze ging onderuit, pats op het zeil. Hoezo? Ze had de arm of de been wel kunnen breken, ja? Waar is ze? Is het ziekenhuis of? Ziekenhuis, bij de kleding. Oké. Bram, welke verdieping? Bram, de eerste of de tweede verdieping? Bram! Kala. Hoes. Wat lach je vreemd? Je bent verliefd. Zeg. Doe jij eens even die ogen dicht. Je hebt genoeg gezien vandaag. Ga eens lekker liggen. Lekker slapen. Wel rusten. Wel schrijven. Tot morgen. Dag. Rusten. Wat is er aan de hand? Waarom val je flauw? Ik ben zwanger. Zeg het ons. Zwanger. Z-W-A-N-R-E. Van wie? Ben je al aan de dokter geweest? Nee, nou de slager het nou goed. Jezus Christus, Carla, verdomme! Juan Carlos zegt dat jullie niks hebben, dat je zijn type niet bent. Zei die dat? Carla. Dat ik zijn type niet ben? Van wie ben jij zwanger? Dus ik ben zijn type niet. Van wie ben je zwanger? Carla. Jouw heilige holwaard, gewoon Carlos, zou zijn kanaal zoiets doen. Carla. Je likse zolen. Maar je eigenste zuster laat je verhikken. Je eigenste zuster interesseert je in het velle. Juan Carlos liegt nooit. Oké. Okay. Van wie ben je zwanger, Carla? Van wie ben je zwanger? Oh ja, oké, okay, Luc. Je moest eens weten wat je Carla, allemaal achter je rug ontdoet. Daar heb jij geen flauw benul van. Daar heb jij geen enige, je weet helemaal niks van hem. Dom, klein kruipertje. Heb niks met kruipen te maken, hij liegt nooit. Nooit! Oh. Van wie ben jij zwanger, Carla? En je eigenste zuster zou zeker de hele kleren zo bij elkaar liggen. Je moet me geloven. Ik weet toch zeker zelf wel van wie ik zwanger ben geworden? Dat kennen wij niet toch wel? Je moet me gewoon... Zeg dat je me gelooft! Rustig, rustig, rustig meisje. Alles komt goed. Rustig maar. Rustig maar. Geloof je me dan? Natuurlijk. Lekker ritme, Henk. Het zeggen mag, doe mij dan alsjeblieft een rustdag. Morgen wil ik één ding op een dag. Al weten nog, doe mij maar morgen helemaal geen dag. Morgen wil zij één ding op een dag. Als zij het voor het zeggen had, dan werd het echt een rustdag. Morgen wil zij één ding op een dag, maar het allerliefste wil zij morgen helemaal geen dag. Ik sta stijf van zo'n zenuwendag, van zo'n rug tegen de muurdag. Want na een ontslagdag komt er heel snel een geen gelddag. En na een nieuwe man ontmoetdag komt er helemaal niets. Want ik weet niet eens waar die woont, hij heeft alleen mijn fiets. Morgen wil ik hem één ding op een dag, dag. Als ik het zeggen mag, doe mij dan alsjeblieft een rustdag. Morgen.
leven wil ik in één ding op een dag, dag. Oh, weten nog, doe mij maar morgen helemaal geen dag. Morgen wil zij één ding op een dag, dag. Als zij het voor het zeggen had, dan werd het echt een rustdag. Morgen wil zij één ding op een dag. Zij morgen helemaal geen dag. Ik wil zo graag een machtdag, een eten, drinken, lichtdag. Zo'n alle dagen feestdag. En alsjeblieft geen moeddag. Als het maar geen drukdag is, nee, nee, geen tijddag. Want als er iets is dat ik niet mag, dan is het wel een haastdag. Morgen wil ik er één ding op een dag. Fiets pakken, cadeautje geven, wegwijzen. Ben jij een mannenhater? Ik ben helemaal geen mannenhater. Ik wil mijn eigen vader en iemand anders. Ja, dat kan nou helemaal niet. Dat kan niet. Niemand heeft het ooit geprobeerd. Schat, het is geen onwil. Het kan gewoonweg niet. Het is gewoon onmogelijk. Onmogelijk, onmogelijk. Niks is echt helemaal niks is onmogelijk. Lieve schat, jij moet er gewoon aan wennen dat Babs gewoon een deze dagen eens een keer een vriend kan krijgen. Dat hoeft niet nu, maar een keer. Ik wil geen vriend, ik wil mijn eigen vader. Babs wil ook helemaal geen man. Waarom niet? Ze heeft genoeg aan mij. Wat een mooie jurk. Hé, hey Deen. Of ik met hem uit wil vanavond. Oh, Babs. Traumatisch. Vertel eens iets over hem. Is hij jong of oud? Oud? Nou ja, iets ouder dan ik. Beetje... Is hij zo dik? Nou, nee, gewoon lekker, weet je. Een stevige vent. Lekker om vast te pakken, weet je. Nou. Heb je dat al gedaan? Nee. Hey, is het een soort Henk? Nee. Hech. Nee, Henk, dat vind ik zo'n ielig manneke. Henk, dat vind ik een garnaal, Henk. Nou, ik vind Henk echt verre van een garnaal. Nou, vergeleken bij Juan Carlos. Oh. Heet hij Juan Carlos? Oh, wat romantisch. Hey, kijk dan. Dit hoort er ook bij. Oh, paps. Hey, dus ga je vanavond al met hem uit? God, wat romantisch. Ja, ik vind het ook gek. Ik bedoel, gisteren wist ik nog niet eens dat hij bestond en Ja, Babs, dat staat allemaal in de sterren. Ja, dat zeg je. Ik kan nooit lezen wat erin staat, hoor. Nou ja, je merkt het wel. Hey, Deen, wat staat er voor jou nou eigenlijk in de sterren? Ik heb zo weinig nodig, Babs. Ik heb jou en de kleine, dat is toch meer dan... Hey, trek hem eens aan. Zal ik hem aandoen? Ja. God, ik word helemaal zenuwachtig ervan. Als hij nog niet past? Babs, hij past je wel. Volgens Henk heb ik lijkt de naam Irina. Henk, ben je zo gehoord. Nou, dat klinkt Russisch. Verdamme. Inpakken die allemaal.
koffie, Henk? Hé, hey, maar zit. Hey, was ze thuis? Hey? Hoe zag ze eruit? Wat zei ze? Wat had ze aan? Hey? Gaat ze uit met mij vanavond? Waar wil je het eerste antwoord op? Of ze met mij uit wil? Dat weet ik niet. Je had er toch een briefje bij gedaan? Oh ja, ja, een briefje. Ja. Herinner jij je Irina nog? Dus jij weet niet of ze met mij uit wil? Nee, ik heb het alleen maar afgegeven. Ja. En, hoe was dat? Was zij verrast? Ja, ze leek wel verrast. Ze was gehaast, de kind moest naar school. Oh, kind. Oh. Leuk kind, lijkt ze op haar? Nee, helemaal niet. Nee, ze heeft stijl haar en geen enkele krul. Geen krul? Nee, dus jij weet niet of zij met mij uit wil? Hè? Nee. Hoe kom ik daar nu achter? Bel op. Ah, bueno. Opbellen, ja. En dan zit er. Opbellen. Is goed. Nee, niet bellen. Geef geen stijl. Hoe laat is het? Ik moet nog de hele dag wachten. Misschien toch bellen. Nee, nee. Geef geen stijl. Herinner jij je Irina nog? Die Rizin met die lange benen. Ze heb je 2 jaar geleden gewerkt. Irina, bel maar regelmatig. Altijd problemen. Wist ik niets van? Jij hoeft ook niet altijd alles te weten, hè? Ik dacht dat ik altijd alles van je wist. Wanneer belde ze nou? Was dat gisteren of ergisteren? Totale paniek. Gek verhaal. Ze bedreigd werd, geld nodig had. Ik moest onmiddellijk naar Lelijk Viaduct komen. Heb je dat gedaan? Weerloos vuilnetje. Was je gisteren nacht bij het viaduct? Zie, maar zij was er niet. Jezus Christus. Jezus. Gewoon. Kan je me beter even zwijgen? Oké. Okay. De lichaam is vanochtend gevonden onder het viaduct. Madre de Dios, Santa Maria. Ze is suicidio. Zelfmoord. Hé. Hey. Ze is neergeknald. Je voelde dat er iets met haar ging gebeuren. Fataal. Ze heeft geen familie. We moeten zorgen dat zij netjes begraven wordt. Ga jij dat op je nemen? Wat kijk jij raar naar mij? Wat is er? Niks. Je hebt geen rommel om je heen, geen vreemde arrogantie. Altijd als ik bij je ben, dan lijkt het wel vakantie. Je bent zo mooi eenvoudig, simpel zonder dom. Ik kan slechts van je dromen, lang en eenzaam dromen. Jij bent alles wat plezier is, je weet niet wat gemier is. Dat slaat echt zo. Helder als het glas, ik wou dat jij van mij was. Je zeilt op intuïtie, ziet alles wat ik niet zie. Ik kan alleen maar dromen, lang en eenzaam dromen. Je hebt niks op te houden. Zoals veel andere vrouwen, maar ik kan slechts van je dromen. Lang en eenzaam dromen, je lacht alleen maar als het leuk is.
Het is in een stomme nietjurk. Ik kan er niet in fietsen. Ik ga ook helemaal niet fietsen. Het is geen wonder dat ik voor je val. Mijn hartje dat barst open. Als ik jou zie lopen. Dan wat kon je doen? Ik ga met haar uit. Geert, dat is mijn dochter. Hé, hey, Geert. Geert, geef eens even netjes een hand. Zo dan wij. Welk tafeltje is nou van de baas, bub? Een stootwezen met wie de baas komt. Wat een hers om een werf, joh. De meisjes buigen niet naakt vanavond, bub. Geen jongens, geen penetratie. Dat gaat er alleen maar afschrikken. Wat moeten die werven dan doen? Slip even aan nou, bro. Alles dus. Laat ze maar in een paar kooltruien opkomen. Iets artistieks wilde de baas. We halen dan godsnaam een stukje kooltruien vandaan, joh. Dat gaat toch klanten kosten? Echt maar wat.
tegen die handel. Aandoen. Hier, trek aan die handel. Trek aan. Leuke tent. Bedek die tieten. Grappig. Ik ben blij dat jij het leuk vindt. Speciaal. Zo, dus dat is het type dus wel. Ik had het me ook zelf anders, anders voorgesteld. Anders laat dat. Ja. Nou, dus ik hoef dat allemaal niet mee te maken. Kijk je wel uit, je bent nou niet meer alleen. Ik ga dat allemaal niet meemaken. Je bent nou niet meer alleen, kijk je uit. Ga dan. Jongens. Henk Verbaas. Ja, maar Carla. Hey Joris. Ik heb hele belangrijke informatie voor je. Hè? Foto's. Ja. Van de moord bij het viaduct. Heb je daar wat aan? Ja, 10 minuten. Bij het viaduct. Ja, ga ik halen, Carla. Zie ik je zo. Oké. Okay. Fritsie? Nee, liefje. Is Babs al thuis? Nee, liefje, die is er nog niet. Het zal nog even duren. Maar je mag wel bij mij slapen als je dat wil. Oké? Okay? Waar staat hij gewoon? Jezus. Heb je daar genoeg aan om hem eventjes weg te zetten? Even. Wat zal die krijgen? 10, 12 jaar. Zo. Quantas mujeres, por favor. Bueno. Liedje over liefde. Spaans liedje. Voor jou. ¿Cuántas mujeres besarás y cuántos muslos tocarás? ¿Cuánto tiempo pasará hasta encontrar tu media naranja? ¿Cuántos labios probarás? ¿Cuánto aliento olerás hasta que tú puedas decir: yo soy tu hombre y tu amante? Pero soy frágil como un niño. Het is alsof ik mij gevonden heb en ik door jou pas besta. Dat ik al die jaren sliep een stuk was en ik nooit wist wat genoeg was. Het is alsof ik mij gevonden heb en ik door jou pas besta. Hoeveel vrouwen moet je kussen? Hoeveel tijd moet je strelen? Je vervelen voordat je de ware vindt. Hoeveel lippen moet je proeven? Hoeveel adem moet je ruiken voordat je pas zeggen kan: ik ben haar man
en minnaar. Maar ik ben zo kwetsbaar als een kind. Het is alsof ik mij gevonden heb. En ik door jou pas bestaan. Dat ik al die jaren sliep en stuk was. En ik nooit wist wat geluk was. Het is alsof ik mij gevonden heb. En ik door jou pas bestaan. Hij is schuldig aan moord, Babs. Wat? Aan moord. Als ik dit geweten had, had ik je er nooit bij betrokken, Babs. Waar ben je betrokken? Je moet hem... Babs, Babs. Henk. Babs. Henk. Henk. Hé, Henk. Je maakt echt een fout, hoor, hè? Ja, Babs, ik kom al. Maar waarom nu opeens zo'n haast en gisteren niet? Waarom? Kom nou. Is Babs thuis? Ik ken geen Babs. We zijn nog gesloten, hoor. Er is een gevaarlijke hoeveelheid alcohol in haar bloed gevonden. Zodra ze nuchter is, mag ze mee naar huis. Ze moet toch gerutigd worden? Ze is in het hele ziekenhuis niet te vinden.
Ik wil u niet verontrusten, maar dit lijkt mij meer een zaak voor de politie. Nee, als ik ga, ga ik alleen. Slapen vannacht. Nee, ik heb gedronken. Stom. Ik weet eigenlijk niet eens hoe ik hier kom. Kan ik hiermee bellen? Altijd iemand in het café. Probeer jij straks nog een keer. Fijn dat jij er bent. Het is hier vreselijk. Hoe kom je nou? Ik weet nog niet zoveel. Mijn advocaat zegt dat zij bewijzen schijnen te hebben. Foto's. Ben benieuwd. Oh, wat benieuwd? Hoe zij daar aankomen. Ik heb nooit iemand vermoord. Es verdad, no soy un matador. Maar hoe komen ze dan aan die foto's? Geen idee. Dan gaan ze nog allemaal uitzoeken. En van wie zijn die foto's dan? Ik weet het niet. Misschien verwarren zij mij met iemand anders. Misschien haat iemand mij en is het een wraakactie. Ik kan jou nou haten, schat. Ja. Er zijn er een paar. Slechte timing, hè? Jij voor mij iets doen.
spoelen van mij halen. Toilet als post. Als je maar terugkomt. Is aan de andere kant van de stad. Heb jij vervoer? Nou, fiets. Baat is niet mijn stok. Kunnen mij hier hooguit één week vasthouden. Hè? Ja, maar ja, als je nou niet meer. Komt allemaal goed. Mi amor, ningún problema. Alles komt goed. Henk zou hier gewoon moeten zijn, want die kent Bas heel goed. Henk die is er niet. Henk is, Henk is op cursus. Op cursus. Ja, ik zal hem vanavond volledig inlichten. Maar doet hij zelf niet opnemen? Moet hij nou toch eens even... Als u zich zo blijft verzetten... Ik verzet me helemaal niet. Dit is toch klinkklare onzin. Wat u moet doen? U moet gewoon die citroen gaan die zoeken. Die moet u gaan zoeken, ja. Dat zou ik doen als politieagent Bas. En weet jij misschien nog iets bijzonders over je moeder? Ze klaagt altijd over te lange schaamlippen. Oh, kind toch van me. Oh. Zo was je. We hebben je overal gezocht. We dachten dat je op het woord was. Oh, ik leg het je zo uit. Ik moet even met mijn kind praten. Och. Hoe kom je daar nou toch bij, lieverd? Ik lijk op hem. Wil je kijken? Lach eens. Met je tanden bloot. Ja, er zit wel wat in de verte. Maar je had het toch wel meteen aan mij kunnen vragen of het zo was. Ik wist het zeker. Hoe kun je het nou zo zeker weten? Ik heb ook zo'n stem. Echt? Ja. Maar zo horen dan. Ja, als je zo zingt, dan ben je precies zijn dochter. Zou die trots op zijn, hè? Als je zo zingt. Ik ben niet de dochter van Litouwers, hè? Nee, schat, ik snap niet hoe je dat nou al die tijd hebt kunnen denken. Hoe kom je daar nou toch? Het was tijdens een concert van Litouwers. Dat heb ik tegen je gezegd. Maar wie dan wel? Weet ik niet. Beetje stom, ik weet het niet. Hij heeft je alleen verwekt. Dus dan was het misschien wel Litouwers. Nee, dat had ik dan wel geweten, denk ik. Schat. Dus eigenlijk heb ik geen vader. Nee. Nee. Eigenlijk heb je geen vader.
het is zoals het is. Zou wel anders willen, maar het is zoals het is. Ik kan nou wel gaan gillen. Het blijft zoals het is, daar helpt geen lieve moeder aan. Het is zoals het is, ik moet hem laten gaan. Het is zoals het is, maar wat echt tragisch is, het blijft zoals het is. Het is zoals het is, maar wat echt moeilijk is, het blijft zoals het is. En ik lief voor altijd mis. Het is zoals altijd lief. Oh, schat, wil je ook niet slapen? Nee, ik ben klaar wakker. Nou, kom je lekker bij mij in bed liggen? Ja. Kom op. Zit hij dan echt in de gevangenis? Met een bal aan zijn voet. Mm-hmm. En hij krijgt helemaal alleen maar vieze dingen te eten. Krijgt hij ook miereneters met alleen het velletje eraf? Miereneters met alleen het velletje? Nou, wel mierentaart met levende mieren. En die, hij krijgt pas wat anders als hij al die mieren heeft opgegeten. Maar die moet hij overal vangen, want die zitten overal namelijk die mieren. Vies, hè? Vies, hè? En hij slaapt op een spijkerbed, ook heel zielig. Nee, is niet waar, hè? Nee, hij krijgt gewoon ook wel eens een gehaktballetje met andijvie of zoiets, weet je wel. Maar hij zit wel achter hele dikke muren en hij kan er niet zomaar uit. Kunnen we niet zien. Nou, we kunnen wel zien. Hij mag wel bezoek. Oh ja, maar dan gaan we dan toch heen. Nou, oké, goed. Onze hele familie bestaat uit hele hardwerkende mensen. We hebben nog nooit iets met criminaliteit te maken gehad. En nou wil je haar daar ook nog in betrekken. Ik krijg gewoon koude rillingen als ik aan een gevangenis denk. Ik bedoel, ik ben daar bang van. Je hoeft niet bang te zijn. Het recht zal zegen vieren. Hoe kom je nou toch steeds aan die uitdrukking? Ja. Het recht zal zegen vieren, dat hoor ik maar de hele tijd. Geef ze van Henk. Henk zegt dat om de andere zin. Henk, wat heb je tegen Henk? Ja. Ik vind Henk leuk. Of nou ja, leuk. Aardig. Nou, dit is nou een nachtclub. Overdag. Hoi. Hey. We komen even spullen halen voor Juan. Oh ja, weet ik. Beneden. Hij ziet die vindt, ik zit hier buiten. Oké. Okay. Kom. Hey, blijf maar eventjes zitten hier. Ik zoek even een wc, ik moet zo pissen. Oké. Okay. Goedemorgen. Kala, je tas. Morgen.
even. Waarom? Waarom heeft gewoon alles haar neergeknald? Hij haat dat soort dingen. Onelegant. En dat weet ik toch, dat weet ik toch ook niet, dat weet ik gewoon niet. Dat weet ik niet gewoon, dus ik was gewoon jaloers. Hij had al een tijdje eens met die Irina. En toen heb ik, kon ik het niet hebben. En toen heb ik ze gevonden. En toen, 's morgens heel vroeg. En toen kregen ze ruzie. Ik weet het ook niet. Half gegil, paniek. Hij knalt er in één keer zo overhoop. Maar Kala, de politie, dat doe je toch niet? Het spijt me. Maar ik voelde me zo in de koud staan. Ik voelde me zo in de steek gelaten. En toen hij met het andere wijf in de dagclub verscheen, toen is ze gewoon eens in me gebroken. En dan snap je toch wel, hij had Irina nog net koud gemaakt. Of hij komt er met een ander mokkel, komt hij de dagclub inzetten. Nou, dat was de druppel. Dat snap je toch wel. Dan heb je ook nog zijn kind in je buik. Meisje toch? Het spijt me. Het komt allemaal goed. Rustig maar. Alles komt goed. Komt helemaal niet goed.
alles kunnen zetten. Nee, meisje, het komt niet goed. Ik heb helemaal geen kindje in mijn buik. Hoe kom je dan als een dikke buik? Ik heb gewoon te veel gegeten. Wat? Ik heb gewoon te veel gegeten! Als ze vragen hoe was het daar, dan zeg je leuk. Zeg je een mooi appartement, zeg je dan. Prachtig uitzicht. Heel mooi, zeg maar, heel mooi uitzicht was het. Zeg dat maar. Maar waarom gaan we dan niet naar de gevangenis? Weet je waarom? Ik wil de kerel nooit meer zien. Weet je wat hij gedaan heeft? Hij heeft iemand neergeschoten. Met een pistool. Heeft iemand doodgemaakt. Het is een moordenaar is het. Wist ik veel, het is een moordenaar. Maar misschien kan hij het uitleggen. Nou, schat, als je iemand neer hebt geschoten, dan valt er helemaal niks meer uit te leggen. Helemaal niks meer. Helemaal nakko. Tot nu toe ging het goed, ons leven, maar nu is het een beetje een bende geworden. Kom. Het is een vrouw met krullen. Nee, er is niemand voor je geweest. Kom op, jongen. Naar binnen. Maar, misschien zit ze vast in een villa. Op zaterdag zeker. Oh. Henk? Ja, Henk met Babs. Kan je even komen? Nu? Beetje laat? Jezus, Babs, het is midden in de nacht, zeg. Ik kan het niet even wachten tot morgen. Als jij wilt dat jouw recht nog eindelijk eens een keer zegeviert, moet je echt nu komen. Ja, natuurlijk wil ik dat het recht zegeviert. Ja, tot zo. Thank you.
Hoe kom je eraan? Hoe kom je aan die foto's, Babs? Gevonden? Gevonden. Die foto's, Babs, die heb ik ook. Nou laat je me dus om 4 uur 's nachts mijn nest uitkomen voor een stel foto's die ik al heb. Babs, lieverd, ik vind het heel vervelend dat je veel om die jongen geeft. Maar het is gewoon een killer. Geloof me nou, die gozer deugt voor geen meter. Henk, kom eens hier. Iets voor koffie of zo. Heb jij die foto's nou wel eens een keertje echt goed bekeken? Kijk ze nou eens even echt goed. Goed? Ja. 1 keer, hè? Echt goed. Omdat jij het bent. Ja, goed. Jezus. Hij staat gewoon te zeiken. Kan jij niks aan doen? Jij bent niet verantwoordelijk voor Carla. Moet zij? Limoncito, is goed. Wij lossen dat op in de familie. Ken je een familie? Ja. Limoncito, heb jij mijn pak meegenomen? Ja. Vamos. Ik heb veel kunnen nadenken in de gevangenis. Ik stop ermee. Finito. Naar mijn das. Hé, kom. Das, kom. Ik wil nu een normaal leven leiden. Hè? Met vrouw en kind. Jij gaat de zaak van mij overnemen. Jij wordt baas. Hé. 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 Niet zomaar baas, hè? Hé. Hey. Hier is kapper. Hé. Hey. Hé. Aan de pak. Hé. Hey. Aan de schoenen geen tiet, hè? Cojones. Kloter, die slaap. Hey. Andere schoenen, hè? Hey. Прощаемся с тобой, Ирина. Je weet toch dat ik het niet zo bedoel? Dat heb je toch wel begrepen? Ik was gewoon zo jaloers. En ik was in de war en ik bedoelde... Ja, maar ik bedoelde het eigenlijk. Het is goed. Hij zegt toch dat het goed is? Maar het is niet meer goed. Kalla! Hij is de kans om het goed te maken.
maken. En hij is een kat. Bel dan aan mij. Kom dan maar op, rustig. Ja, ik krijg het. Is dit net? Het is gewoon een beetje liefde. Het is gewoon de liefde. Ze houdt er veel van je. Ze maakt zich zorgen. Je moet geen zorgen maken. Hij komt niet, Babs. Hij is iets tussen gekomen. Hoezo iets tussen gekomen? Ja, gebouw is tussen gekomen. Kom op, stap maar in. Dan ga ik naar huis en heb je wat aan je avond. Maar ik... Stap maar in, kom op. Zeggen kan. Ik ben haar man, haar minnaar. Ik ben zo kwetsbaar als een kind. Het is alsof ik me gevonden heb en ik door jou pas besta. En dat ik al die jaren sliep een stuk was en nooit meer wat geluk was. Het is alsof ik me gevonden heb en ik door jou pas besta.
Thank you.